cruciaal duel. Maar weer eens voor Ajax. Tussen twee duels in de Champions League in. Dus het competitieduel met ADO Den Haag. En Ajax moet vandaag plaats 2 op de ranglijst zien te gaan veroveren. Bal over Leugd erheen. Weggekopt door Dauma. IJzerman. Dan komt het eerste gevaar. Lokke Lonen met de eerste kans voor ADO. Lonen. Nou, weer binnen de eerste anderhalve minuut. Een serieuze kans tegen voor Ajax. ADO weer. Nicky IJzerman. IJzerman en de redding van Eijk. Daar zitten de vingertoppen nog aan. Binnen 6 minuten twee serieuze kansen voor ADO. IJzerman. Er komt Van Eijk. De Sanders ook. Die bal valt ertussen. Is Van Eijk op tijd. Die raakt geen bal. Dit is een strafschop voor ADO. Geklungel achterin bij Ajax. En het derde gevaarlijke moment van ADO binnen 7 minuten. Ajax is totaal niet bij de les in de openingsfase van deze wedstrijd. In topvorm. Lobke Lonen. Redding van Eijk. Van Eijk maakt haar fout goed. Pakt de bal klem vast. Een levendige openingsfase hier op de toekomst. Bal voor de voeten van Hoekstra. Die goede kap en Hoekstra legt hem binnen. Dan doet Ajax wat ADO verzuimde. De eerste kans verzilveren. Begint aan de linkerkant. De voorzet van Bente Jansen die verlengd wordt door een speelster van ADO. En dan haalt Hoekstra hem schitterend naar de linkerbeen. Is de kap van grote klasse en het inschieten zo mogelijk nog beter. Een schitterende goal. Onverdiend, maar wat maakt het uit? IJzerman. Is die bal te kort voor de keepster? Losheid, Leugd er ertussen. Die moet wel eerst draaien. Sabayo, bal op de lat. Zagen we in de openingsfase al geklungel achterin bij Ajax. Nu bij ADO. Een cadeautje niet verzilverd. Deze bal veel te kort voor Losheid. Het is dat Leugd er moet draaien. Dan is er heel veel ruimte voor Sabayo. Die raakt de bal totaal verkeerd. De Sanders moeilijk aangespeeld. Nu terug op Van Eijk. Dat een beetje kort. Het is billen knijpen soms achterin. Voorzichtig duwtje in de rug. Bij Bente Jansen. Snel genomen. Goeie bal naar Hoekstra. Daar ligt dus die ruimte. In één keer gespeeld op Leugter. En nu profiteren ze wel van de ruimte. Blijft de vlag omlaag. En is het 2-0 voor Ajax na 33 minuten voetbal. Snel genomen vrije trap. Bente Jansen, uitstekende bal naar Hoekstra. Leugter hier achter de bal. Geen buitenspel. En makkelijk langs de Losheid geschoven. Grote kans in de redding van Losheid. Op de inzet van Leugter. Moeilijke hoek. Losheid laat zich niet verrassen. Wegdraaien, door de benen gespeeld bij Wielle Dauma. Lekkere actie van Leugter, maar de hoek te moeilijk. Leugter weer voor Dauma. Ajax wordt wel sterker. Hoekstra, dit keer geen buitenspel. Goeie bal. Bente Jansen en weer een redding van Losheid. Losheid blijft goed staan, blijft naar de bal kijken. Verkleint de hoek en grijpt goed in. Steunt door die kansen dat Alex Scholten geen concessies aan zijn speelwijze. En dus ligt er heel veel ruimte voor Hoekstra. Die bereikt Leugter. Leugter en de paal geraakt. Dauma ruimt op. Dan begint Ajax een stuk beter. Aan de tweede helft creëert het zelf eens binnen een minuut een grote kans. Waar het in veel wedstrijden in de openingsfase nogal eens wat weggaf. Spitsen brengt hem in. Leugter uit de draai. Over de goal. Hoekstra afgetroefd. Nelemans. Ja, die schiet de bal zelf over de zijlijn. Nou is Ajax er vandoor omdat ADO protesteert. Als Ajax snel is, is het 4-2.
Leuchter. Is die bal goed? Net niet. Losheid. Peert hem weg. Noordman. Gevaar nog niet helemaal geweken. Daar komt Hoekstra. Een goede tackle van Nelemans. Ik een poging ineens. Vonk. Van Rai. Sander zit ertussen, maar dan valt de bal voor de voeten van Nicky IJzerman. Het is een enorme kans na een uur spelen voor ADO Den Haag. Oh, Douma zit mis. Leuchter kan naar de goal. Leuchter schiet in één keer. Makkelijke bal voor Losheid. Van de Velde. Hoekstra kan weer die enorme ruimte induiken. Leuchter voor de goal en Bente Jansen. Hoekstra gaat zelf. Redding Losheid. Daar is de rebound voor Leuchter en die wordt geblokt. Goeie bal van Van der Velde. Die zet Hoekstra aan het werk. Hoekstra bereikt zijn Leuchter. Ja, nu wel. En dan is het ook wel raak. En dus 3-0. Weer een assist voor Tini Hoekstra op Romee Leuchter. Goeie opening van Van der Velde op Hoekstra. Na haar goal. Nu de tweede assist. Fraai gedaan door Leuchter. Bijna identiek aan de 2-0. En Ajax vergroot het gat naar 3. Zet een reuzenstap richting de overwinning. Veel ruimte nu voor Ajax. Daniek Noordman. Thomas als linksbuiten opduikt. Terugleggen op Isabelle Hoekstra. Die schuift hem in de handen van Losheid. Daar had Hoekstra meer mee moeten doen. Geen buitenspel. Hij mag verder. Daniek Tolhoek. Komt er nog een kans voor Ajax? Nog niet. Tolhoek. Misschien alsnog. Al voorgegeven. Isabelle Hoekstra over de goal. Nou, die heeft toch twee serieuze mogelijkheden gehad om tot een goal te komen, die invalster. Het is afgelopen. Ajax doet dus wat het moet doen. Het wint met 3-0 van ADO Den Haag. Verkleint het gat met Twente tot 7 punten.